Even kijken. Dat zijn e-biken en steppen. E-bikes. Twee e-bikes volgens mij. Ik denk die achterste tweeën. Een vouwfiets. Ik zeg vouwfiets. Deze heeft laatst. Maar dit is een ding. Sommigen beginnen een beetje aan te dringen. Ik denk dat deze laatste mail gestuurd volgens mij. Moet ik even kijken. Meestal sturen ze een mailtje met dingen wat ze erin willen hebben. Is die lang. Boorspel afgeplakt? Nee. Hier. Boorspelbezorger. Ik zeg het zo, ik heb hem gekregen. Ik denk dat, of hij is door de douane losgemaakt. Postbezorger zit hier ook elke week. Godverdomme. Kutvies, hè? Oké, het is de Vitilan V3. Ja, dat ook deze. Je professionele vaardigheden en opnamestijlen van verschillende e-bikes zijn erg aantrekkelijk. Oké, nou, dan moet ik maar gewoon in elkaar zetten, kijken wat het is. Is dat ding licht? Absoluut niet. Ja, eerst moet we hebben. Oh. Ja, dit is een vouwfiets. Als plaatje klopt. Hoe zuinig moet met dit ding omgegaan worden? Nou, als het goed is, hoeven we niet terug. Dus niet heel, maar... Oh, oh. Maar ze hebben een dankjewel voor de bezorger erop gezet. Oh. Ziet het er nieuw uit, ja. Toolkit. Oh, dit vind ik mooi, hè. Gratis gereedschap erbij. Nou, snijden we deur. Duurt te lang. Kel. Moet kijken. Er zit gewoon een koffiebeker in. Oh. Nou, mooi maar. Het ligt er ook gewoon onderin de koffie. Oh, deze heeft is ook met dikke band. Dat is eruit. Maar dit kan niet moeilijk zijn. Nee, dat is letterlijk uitklappen. Dat hoef je niet eens in elkaar te pauzen wat. Oh, hier. Fuck. Kijken. Oh, dat loopt gewoon stroom door het frame. Dat is op zich wel best redelijk. Oh, hier zit ook koffie over de fiets heen. Oh, hier. Wow. Zo, dan is hier helemaal wel iets. Dit is ook gewoon echt gewoon een goede spandbalk. Dit. Ja, hier zit vast. Even al die winterkleding eraf. Anders is deze ook onbegrensd. Dat denk ik niet. Als het goed is, heeft deze wel een sterkere motor, maar ik weet niet of die sneller is. Stuurrecht. Ja, het kan nog iets lager, maar het ziet er echt niet uit, jongen. Ik bedoel, hartstikke mooi. Mooie fiets. Hé, hey, gashendel. Echt? Ja. Oh, kijk, dat wilde ik dus hebben. Dan hoef je niet te trappen. Oh, deze ga ik echt wel uitproberen. Even dikke piel. Nou, moet even nog meer... Shimano, dikke 7 traps. Wat de fuck is dit? Kun je daar niet aan vastzetten? Wow, heel dikke stoppingmachine. Deze ga ik echt wel aan een kindje in Rotterdam verpatsen voor 2 ruggen. Ja, trappers. Oh, en de manual. Operation and maintenance. Wat dan? De vetnippels deurs mee aan. Oh, je dikke China toolkit. Ja, ik heb dit er ook nog bij. Een of ander clipje. Wat zou dit dan? Zou dit tuning kit zijn? Dat die harder loopt. Wacht, wat staat er allemaal op? Iets met hoge voltage. Volgens mij kun je dit ding gebruiken als dikke scooter. Scooter? Ja, press en hold de plus button. 8 seconden lang inhouden. Ja. Cruise control. Ja. Prijskaartje hangt er nog aan. Warning. Wat staat er van warning op? De main function, bla bla bla. Oh, de derailleur, dat moet me niet. Rechts, links. Oh, staat er al op. Mooi. Ik denk dat jij linksom draad hebt, want ik moet hier naar rechts. Maar niks voor. Zit een oplaadgaatje? Moet dukken eraan. Dat is wel net kut gemaakt, jongen. Zit dat nou op de las? Oh, ja. Is er gewoon door de las ingeboord? Ja. Zet je beunhaas. Zo. Nou, volgens mij zit hij in elkaar aan. Kijk of de stroom in zit, hoor. Links, rechts. Zie je knipperlicht erop? Nee, joh. Knipperlicht? Maar wacht, die slot op. Er zat een slot al mee. Oh, dan moet je natuurlijk waarom wel sleutel. Waarom hebben al deze kutdingen geen slot? Waar zou die in moeten dan, die sleutel? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Meestal in het frame ergens bij de accu. Oh, dit is ook instelbare schokbrekers. Dat is altijd wel fijn. Oh, chique achterlamp. Volgens mij is dat ding knipperlichten. Ja, dat denk ik wel, want anders is dit niet... Hey, ik kan wel je telefoon opladen. Oh, echt? De USB in? Ja. Kijk, dit is echt geweldig, jongen. Waarom krijg je een sleutel? Misschien even lezen. Ze hebben gewoon shit fout gespeeld. Echt? Ja, menu met gewoon een random E erbij. Hey. Onderin? Wat een kutplek. Ik bedoel, oh, mooi ontworpen. Nee, maar dat is denk ik om de accu vast te zetten. Kun je mooi fonker even als daar water in komt. Er zit ook helemaal geen ziel op ofzo. Ja, je kan twee kanten opdraaien. Nu dan? Ja. Doet hij het? Ja. Oh, dan moet je hem omzetten. Maar kun je nu de sleutel eruit halen? Dat hoop ik. Is hij nou weer uit? Ja. Ja, dus nu gaat hij aan. Ja, maar dan kan hij er niet uit. Dan moet dat erin blijven. Hoi. Wat? Knipperlicht. En een toeter. Woest. Wat staat gashendel? Holy shit. Wow. Die zegt knijt te snel. Oh, en de band is nog leeg, of niet? Oh, dat is ideaal, jongen. Gooi helemaal niks te doen. Oh, dat is pas 3, hè? Hij kan ook nog op 5. Hoe ver gaat hij? Tot 5? Oh. Ik kan wel een wheelie mee bouwen. Ik doe niks.
Bro, trek daar zijn wielen mee. Nou. Kunnen ze deze shit verkopen, jongen? Dit is echt kastileraal. Ja, ideaal. Oh, je kan geen burn-out. Als je de hendel in hebt, doet hij niks. Moet je sensor eraf knippen. Wat de fuck is dit allemaal? 02p, dat is voltage. Doe die maar volop. 45 km per uur staat er nu. Oh, maak daar eens even heel veel meer van. Is die een beetje flor? Oh ja. Amper aan 2 bar. Ja. Het ding is meer slap, jongen. Oh, die is wel hard. Good to go. Oh, wat fuck? Trappers kun je inklappen. Kill. Dat is moeilijk makkelijk, die gaan we toch niet gebruiken. Kijk eens hoe hard die gaat. Oh my god! Woo! Listen to that horn! Oh my god! 30? Ja, maar wel op handgas. Oh, wel op handgas. Nou, ideaal naar handgas. Hij staat wel wat sneller op, dat is wel fijn. Als hij even niet zo achterlijk dansje doet. Hij ondersteunt nu wel langer. Langer? 32. Nou, we gaan 2 kilometer halen. Oh. Ik weet niet of dat plaatje ergens... Zo, dat ding trekt gewoon. Dat maar gek. Oma valt stil achterover, want de fiets kan niet met de ding. Wacht, wanneer als ik hem juist helemaal andersom? Ja, als die knetter langzaam nu gaat, dan weten we dat dat niet goed is. Ja, waarom druk je niet gewoon verder? Dan gaat hij weer naar het laagst. Uiteindelijk zal hij daar moeten komen. Oh nee, dat kan niet. Gewoon wat een kut ding. Godverdomme, dat moet je gewoon tegenduizend keer drukken. Doe dat vaker zo. Dat is best hard. Woestoender. Gaat hij überhaupt wel ondersteunen? Ik weet niet veel, gaat daar. Oh, oké. Die remmen zijn ook niks het best. Ja. Maar één ding, de wieldiameter. Als nu alleen de snelheid anders is, dan... En? Alleen de snelheid is anders, dus dat doet ook niks. Wat doen we nou? Pauperswaar ding is eigenlijk. 11 kan op 0, 1 of op 0. Ja, maar één van die dingen is wachtwoord. Dus moet je oppassen dat je niet zo'n wachtwoord op die fiets zet. Ja. Hey, maar wanneer ga je nou met al die fatbikes naar de fatbike hoed? En dan pak me dan achterop. Een kenteken maken met pak me dan. Ja. Verdomme, Cora, dat is echt wel... Ja, kracht heeft hij wel, joh. Moet alleen niet gaan springen met dit ding, want met een scheniertje, dat zijn wel twee hele mooie dikke platen, maar of dat werkt, dat weet ik niet. Je verzint ook op deze manier een foamfiets, wauw, laat het ding gewoon lekker de midden slijpen en doen we gewoon zo'n deurschenier aan. Ja, yo, bak me vast. Oh, dik stiegel. Dit kost 1000 euro. Ja? Op AliExpress kost die 450 euro. Ik weet alleen nog steeds niet wat dit is. Ja, ik ook niet. Connector. Maar waar zou dat kastje op moeten dan? Waar zit die controle? Whoever be awarded removing the speed limit field. Void the warranty. Maar dat gaat over garantie, dat boeit ons niet. Maar ja, waar moet je hem dan? Je past die nergens op. Het zal toch niet zijn dat we dat hele ding los moeten trekken? Wow. Misschien zit het op de accu. Oh, maar dat is wel ideaal. Dat ze daar ook nog over nagedacht hebben, want dan geeft er in de winter ook niet kapot. Ziet er nog steeds niet uit of hier ergens een dingetje in kan. Er zijn eentje en een tweetje op. Ja. En dat is een schuifje. Ha. Voor de IBA-hash, voor de scootoe. Zit er een begrenzer in? Weet dat weet je niet. Hier, goed voor de bodemdruk. Die kun je in de ondergang zetten. Zou die nu nog... Nee, natuurlijk doet hij niet. Jammer. Geen 100 meter meer gefietst, gelijk losdraaien. Eeuw. Gaat hij erin. Dat is een hele box. En de computer. Waarom geven ze dat kastje erbij? Dat zou toch wel onderdeel zijn van die fucking e-bike? Of zou die net zoals dat koffiebekertje dat per ongeluk ingevlikkerd zijn? Ja, dat kan ook. Ja, lekker volgekleid mijn kit. Is nog zacht. Ik ga dat nummer eens opzoeken wat erop staat. Termination connector safety ring. Dit is gewoon een relais. Of een, misschien een zekering. Ik kan me zo het eerst er niet bij horen. Dat ze die gewoon, inderdaad, net als die koffiebeker. Loop me gewoon terugbouwen en dat ding op nul proberen te zetten. Maar ik denk niet dat het gaat werken. Oh, een dikke tuinheks gaan hier even vastmaken. Waarom mag die niet op
0. Wat is mis? Er zit remlicht op. Doe eens remmen. Holy shit. Tadaa. Oh, wacht. Sleutels. Oh. Op de tuinbank. Serieus? Nee, dat is hartstikke mooi gemaakt met de sleutelgat. Aan de onderkant. Gelukkig, hé. Ja. Mooi als een zadel, hè. Bike life. Dat is heel mooi, maar zo'n elektrische gashendel kun je helemaal niet peilen. Wanneer die... Ja, maar deze is ook gewoon dus eerder een knop. Kun je net goed een schakelaar opzetten. Mag ik eens een ding proberen? Zit er geen sloot in of wat? Ja, ik weet nog met die scooter, ik wil dat niet afgaan. Ik ga niet sterk, jongen. Papa. Ziet er van die fiets niet eens. Je kunt zo boswachter worden met dat ding, man. Dat is echt fucking mooi, jongen. Alleen ik denk dat ik wel 80 teken heb. Moet moeder staan weer heel de balzak nazoeken. Je bent 25 kilo, toch? Ja. Oh, die boom. Wil je dat op? Oh, ik heb echt een fucking goed idee. Kijk nou of je de auto kunt trekken. Ja. Hij staat in de neutraal. Max 25 kilo. Chinees pisbakkenstaal, hè? Ja. Kom maar. Doet niks. Ah, kom maar, misschien. Doet hij, hè? Ja. Ja, neem maar mee. Jij moet nog sturen, dikke. Oké. Ja, ja, ja. Ja, hij trekt er gewoon vooruit. Ik vind deze eigenlijk mooier dan die ander. Ik kan gewoon springen met dat ding. Daar zijn kleine steilere bultjes. Dat wordt niet lekker. Zo, die grote bul proberen nu die accu nog vol zit. Hallo! Niet bullen, wat doen? Dat vindt hij fijn. Oh, dat is de vorm! Oei, die is echt verrekte stijl, jongen! Kun je geen looping doen hier in de tunnel? Ja, dit is echt net stijl zat, jongen. Hallo. Ik heb licht er ook nog aan. Ah, dat was al 30 centimeter airtime. Hier gaat op zich wel mooi. Een keer doorgaan. Ik ben met zijn eigen been. Met een beetje ondersteuning. We gaan even kijken welke kunstje die in petto heeft vandaag. Moet je wel de lucht in? Hallo! Ja, die accu is leeg! Dat klinkt wel zo, hij doet echt zo wow wow wow. Ja. Waarom werkt het remlicht maar niet? Oh, dat is knipperlicht. Ja, hoe diep ga ik er graven tot de accu leeg is? Klinkt mooi, zit niet een keer op de klinkers ofzo? Onder de arrow, neem ik hem over. Mooi ding, dan kan prachtig in de schuren staan. Beetje stof op. Oh, wel, want ik heb gezien wat ding te doen. Ja, de accu-leugen zijn er ook niet voor me. Ik ga gewoon terug, ja. Like en subscribe voor de volgende fietsreview. Ik heb er nog 82 in de schuur staan. Gewoon een week lang fietsreviews. Elke dag. Fietsmarathon, jongens. Heb je er al zin in? Nee, maar je gewoon stop met kijken. Dan bieden ze ook geen sponsordeals meer aan. Dus je hebt er zelf een hand, jongens. Gewoon niet op klikken.